Bij de moderne kranen zie je ondernemers zo'n mooi cabinetje, zo'n bakje. Met andere woorden, de cabinemachinist, de kraanmachinist, die functies komen te vervallen. Daar is er echter een nieuwe voor teruggekomen, namelijk die van crane operator. Jan gaat mij daar meer over uitleggen. Hallo. Ja, Jan. Hoi. Jij weet alles van de situatie hoe het vroeger was met besturen van de kranen en de moderne situatie. Ja, ik heb 13 jaar dus heb ik op de kraan gezeten, nog steeds eigenlijk. En mij is dus gevraagd om hier eens op de Maasvlakte 2 de remote kranen te gaan testen. Wat ik dan denk als leek, vroeger hing je onder die kranen je eigen glazen bakje, je eigen muziek. En zo zit je eigenlijk in een soort kantoorbaan gewoon naast de kranen. Ja, het zal heel anders worden. Het zal... Ja, behoud je niet? Ja, misschien wel. Ja, ik vind wel dat je met je tijd moet meegaan. Hoe lang moet je testen? Een jaar sowieso zit ik gedetacheerd hier, want het kan nog uitlopen een anderhalf jaar. En dat doe je hier? Dat doe ik hier. In dat hok daar zo voorlopig nog even, totdat we gaan verhuizen als het gebouw klaar is. Oké, mag ik jouw hokje zien? Tuurlijk, kom maar mee. Er zitten allemaal sensoren op die kraan en als de kraan op een gegeven moment iets niet kan lezen, waardoor die de container bijvoorbeeld niet zou kunnen pakken. Ja. Dan krijgt hij dus een foutmelding en dan stopt die kraan ermee en dan krijg ik dat hier in dit beeldscherm te zien. Kan ik manueel, dan kan ik de kraan overnemen en dan kan ik de kraan bedienen. Hoeveel kranen vallen er dan onder jouw verantwoordelijkheid? 26. Juist, met andere woorden, jouw nieuwe baan bestaat zo direct uit het eigenlijk hier zitten wanneer er een probleem is. Juist, voor de rest van de tijd moet je zorgen dat je niet te dik wordt. Juist, okay. Ja. Ja, je kan ook lekker staan en je kan weer gaan zitten, dus dat... misschien is het tijd genoeg om een rondje te lopen, ik weet het niet. Gaan we zitten, dankjewel. Oké. Okay. Hoi.